Oké, dus je boek heet Puur. Waarom? Ik denk dat, dat dit zeg maar de puurste vorm is. Zeg maar. Ik heb al mijn verhaal al een paar keer verteld heb. Maar dit misschien wel de puurste vorm is. En dat maakt het dat is leuk, omdat mijn eerste liedje ook Puur heette. Ik denk als je aan Hef denkt, dan denk je aan rauw, puur, echt, eerlijk. Klopt puur wel of zo. Oké. Hoe heb je het samengeschreven met Erik Jan Harmens? Wat was die match? Het is eigenlijk allemaal gewoon begonnen met Kees en ik. Die aan het lullen waren over hoe we toffe dingen kunnen doen. Of wat we nog meer kunnen doen. En toen kwamen we bij een boek. En toen zei hij van ja, wie zou dat dan kunnen schrijven? En toen zei hij van ja, ga maar checken wie jij denkt wat tof is. En op een dag was ik Spotify volgens mij. Mm-hmm. Kwam ik erachter dat Spotify ook podcast had of heeft. En toen was ik een beetje aan het checken en toen kwam ik op een podcast die Onverdoofd heet. En dat is van Erik Jan Harmens. En in die heeft hij één gesprek met Wim Kieft, echt heel tof is. En hij heeft ook een gesprek met... Het gaat over verslavingen. Verslavingen. En hij heeft ook een gesprek met Rico van Opgezwollen. Oh ja. En die twee gesprekken hebben mij zo erg geraakt. En vooral de level of respect die hij heeft. Hoe hij, zeg maar... Dus bij mijn allerlaatste interview zei hij parasitair. Is dat een woord? Parasitair? Ja. Is dat een woord? Ik heb er nog nooit van gehoord, maar als het een... Nee, maar je zei dat journalistiek is een heel... parasitair. Gewoon, ik kruip in je huid en ik ga... Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar het is ook een beetje een soort van... Een beetje een kutbaantje, zo zeg maar. Omdat je echt een soort van kutvragen moet stellen of zo. Ja. Deze guy die stelde die vraag op een hele respectvolle manier. En vooral omdat het zeg maar ging over verslaving. Wat natuurlijk het nog spannender en... Weet je? Vond ik dat hij daar heel goed mee omging en gewoon met heel veel respect, zeg maar, een gesprek aan het voeren was in plaats van een interview of zo, weet je. Ja, even eruit halen, grote headlines maken en Wim Kieft kostte zichzelf 6 keer onder, bla, bla, bla. Ja, snap je? Ik ben iemand, ik hecht heel veel waarde aan respect. En toen ik dat zag, dacht ik, deze guy moet ik doen. Ja. Ik denk dat deze guy, zeg maar, mijn respect kan levelen, zeg maar. En toen hebben we 1 keer gezeten. Dat was gelijk top. Ja? Dat was gelijk top. Het voelde gelijk goed. Voor hem ook. En zijn we aan het boek begonnen, man. Je hebt een jaar lang interviews gedaan, iets van 25 of zo? Ja, ik weet niet eens of het een jaar was, man. Misschien. Volgens mij oktober 21 tot en met november 22. Ja, kan wel. Ja. Ja, kan wel. Zoiets kan wel. Ja. Hoe vond je dat, een jaar lang? Deze boek heeft mij echt heel veel geholpen in mijn lijf, met heel veel dingen. En Erik ook, zonder dat hij weet. Heel veel mensen zeggen tegen mij, mensen die in therapie zijn geweest, om mij heen, die zeggen gewoon, jij bent echt iemand die in therapie zou moeten gaan. Dat is het enige wat ik de hele tijd dacht toen ik je boek las. Ja, dat is wat mensen tegen mij zeggen, jij moet echt in therapie gaan. En eigenlijk was deze boek voor mij, zeg maar, denk ik, met die therapie. Ja? Ja, ik had gewoon iemand waar ik heel mijn fucking leven tegenaan kon lullen. En die af en toe zei, maar wacht even. Kijk, sommige dingen, je hebt ook soms dat je denkt dat je dingen verwerkt hebt. Ja. En als je dan erover praat, zeg maar, dan praat je heel luchtig. Voel je nog die pijn eigenlijk. Ja, dan, maar als hij dan, zeg maar, zegt van stop, even pauze hier zo. Leg dit nog even beter uit. Ja, dan ga je, zeg maar, Dan komen al die flashbacks terug, zeg maar. Ik had het laatst ook verteld van... Als jij nu, zeg maar, iedereen heeft memories en flashbacks in hun hoofd. Als jij nu, zeg maar, naar de eerste memory gaat in je hoofd, dan is dat, zeg maar, gewoon één beeld. Ja. Maar als jij, zeg maar, 10 minuten, zeg maar, zou gaan zitten nu met die memory in je hoofd, dan komt die andere flashback en dan komt die andere flashback en dan komt die andere flashback in diezelfde flashback. Ja. Dus hij ging gewoon heel diep in dingen, zeg maar, met mij. En het gaf me gewoon heel veel tijd en heel veel... heel veel tijd om na te denken over dingen. Ja. En dan kwam hij weer terug en dan, soms vroeg hij weer terug over, weet je? Ja, van weer nog even misschien dat je een andere herinnering weer erbij hebt gekregen of een andere beleving. Hoe voel je je vandaag? Misschien voel je je anders vandaag. We het nog een keer erover hebben. Ja. Want het is bij mij ook hoe ik me voel. Soms voel ik me... Ik geef altijd, zeg maar, de schuld aan artiest zijn en creatief zijn. Maar soms heb je gewoon dagen dat je gewoon... Ja, ik weet niet.
minder voelt of zo. Minder, ja. Dat je niet zin hebt in life, dat je geen zin hebt in niks, geen mensen. En op zulke dagen kan ik best wel chagrijnig zijn of zo. En als hij dan zeg maar, op zo'n dag komt, ja dan... Dat treft hij even anders dan ja, de keer daarvoor. Ja, anders. Ik krijg een hele andere verhaal dan zeg maar, een guy die als ik naar de sauna ben geweest en dat ik heb gefietst of zo. Zeg maar, ja. En gewoon mijn echte dagroutine heb, zeg maar, weet je. Dus dat is eigenlijk een beetje therapie voor mij, heel die boek, man. Het heeft me echt geholpen met ook heel veel dingen met mijn moeder. Wat ik dacht dat ik al verwerkt had, maar ja, wat nog best wel hoog zat of zo, zeg maar. Ja. Ik ben ook iemand, ik leef. Gaat gewoon door. Ga gewoon door, volgende dag, dit gebeurt, ik weet nog spang. Wat moeten we doen? Door. En dat is niet goed. Ook met mooie dingen, zeg maar. Want nu heb ik het over slechte dingen, maar ook met mooie dingen, weet je. Ook dit boek bijvoorbeeld. Ik heb er nog helemaal geen moment genomen om te zeggen tegen mezelf van... joh, dit heb je gedaan of zo, zeg maar. Je weet toch? Ja, gewoon een boek uitgebracht. Ja. 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 Ik heb wel bij mijn familie stoer gedaan van... joh, ik ben schrijver nu. Eerste familielid met een boek. Maar niet voor mezelf, zeg maar. Heb ik nog niet echt per se... iets gedaan of iets... Gevierd, zeg maar. Nee. Zo. En vroeger ging dat... Daar ben ik wel slimmer in geworden, want vroeger ging het altijd gepaard met... als ik iets deed, dan moest ik ook, weet ik veel, weer een nieuwe tasje kopen... of moest ik weer een nieuwe pata kopen. Dit staat dan symbool voor dit moment. Ja. Dat is die shit. Daar ben ik ook overheen. Dus daar ben ik ook gelukkig, ben ik ook blij mee. Maar tegelijkertijd wordt het wel, zeg maar, soort van steeds... killer of zo, zeg maar. Je weet toch? Steeds, ja, eigenlijk leger. Hoe meer je bereikt, ja. Ja,